Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanochtend vroeg is het nog uh, vrij bewolkt, met in het oosten en zuidoosten ook nog een klein beetje regen, maar de neerslag trekt al vlot naar het oosten weg en dan vanuit het westen gaat het flink opklaren. In de middag is het zelfs behoorlijk zonnig en blijft het ook droog. Het wordt 11 of 12 graden, er waait nog wel een stevige zuidwestenwind, die is matig, aan zee eerst nog krachtig, windkracht 4 tot 6, maar neemt in de loop van de dag nog iets af. Vanavond is het wisselend bewolkt en koelt het af tot een graad of 8. De wind blijft matig tot vrij krachtig, windkracht 3 tot 5 uit het zuidwesten. Morgen overdag is het overwegend bewolkt en er valt wat lichte regen in de loop van de dag. De meeste neerslag verwachten we later in de middag en in de avond. En dan wordt het ook opnieuw onstuimig met een krachtige tot harde wind aan de kust, misschien zelfs enige tijd stormachtig, windkracht 7 of 8. Op eerste kerstdag is het weer droog en schijnt de zon met periode bij een graad of 9. Op tweede kerstdag dan hebben we meer bewolking en in de noordelijke helft van het land valt weer wat regen. Het wordt een graad of 12 dan. Op zondag weer droger weer en iets meer zon. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.